Ik zeg even Urk. Wat gebeurt er allemaal in Urk, jongens? Wat is er aan de hand? Het is helemaal belegerd. Ja. Zijn bussen zijn er vandaag van de weg gehaald. Ja, dat zijn van die rare gemeentes. Vroeger hoorde Staphorst daar ook bij. Hè? Dan ben je ook als je iets deed wat niet mocht op een wagen door het dorp gereden. En ja, Urk, er zit toch wel wat haat daar tegen Marokkanen, heb ik de indruk. Het is toch vrij ongebruikelijk als een groep van enkele tientallen jongelui bij mensen naar binnen dringen en handtastelijk worden. Ja, maar het hele dorp helemaal afgezet en zo. Hè? Auto's worden gecontroleerd of ze naar binnen gaan enzovoort. Ja. Maar kijk, ik zit nou vandaag, heb ik die gozer gevolgd in dat... Child Christ, ja. In Nieuw-Zeeland. Maar dan hoor ik allerlei geluiden over hij is geradicaliseerd. En hij is in Afghanistan geweest. En hij is in Bulgarije geweest een paar weken geleden. Maar hij is toch vooral knettergek. Ja. En dat is toch zelf onze vriend Breivik ook. Ja. Dan kan je wel zeggen, die Breivik, ja, die is geradicaliseerd of wat dan ook. Maar als je met zo'n bootje naar de overkant vaart, je schiet al die kinderen dood. Ben je gewoon knots. Maar daar kun je ook niet tegen wapenen. Je kunt dingen beveiligen wat je wil. Johan, ik heb die... Maar op een gegeven moment komt er één gek, een solist... en die loopt zo binnen, Johan, en die schiet de boel af. Ik heb die beelden gezien. Die schiet gewoon 100 mensen af. Ik weet niet of hier nog meer mensen die echte beelden gezien hebben. Dat is gewoon niet normaal meer. Maar je het ook filmt zelf allemaal en zo. Ja. Dat zie ik. Ik heb gewoon drie, vier minuten naar te zitten kijken. Hij heeft gewoon 40, 50 mensen doodgeschoten en de rest. Dat krielde nog een beetje over die grond heen. Die waren dan, die leefden nog. Maar het is gewoon Fortnite, man. Waar nou, en Nieuw-Zeeland is ongeveer het laatste land waar je zoiets man. Verwacht. Ja, niet geloven, het heeft niks met... Ja, Johan, dat is gewoon een gek te maken. Volledige gestoorde idioot is dat natuurlijk, hè. Ja, dan komen we opeens weer op. Vond u dit een leuk filmpje? Wilt u er meer zien? Abonneer u dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.